Hoe is het, jongen? Hey, die hebben die van de week gezet. Ja. En die ging je uit de hand tekenen helemaal. Helemaal. Ja, dat kun je het wel zien. Hè. En dan zelfs wel sommige dingen uit de hand, ja. Voor Vlaardinger Koos Blom begint de dag zoals alle dagen met een bakkie bij Fishing & Outdoor. Als ik zo even bij het t-shirtje kijk, Koos, dat is niet de eerste tattoo die jij straks gaat laten zetten. Nee, nee. Er komt er nou eentje aan deze kant. Ik zal het laten zien. Hier heb ik nog plek. Hier gaat TV Rijnmond komen. Dat is een logo. En jij hebt van 40 tattoo-ers, ja. Heb jij werk laten zetten? Ja. Je zit helemaal vol? Ja. Zie je het wel zitten? Ik zie het wel zitten. Kaas. Ik ben er helemaal klaar voor. Echt. Nou, koffie op, Koos. Dan gaan we naar de buurman, want beloofd is beloofd, jongen. Ja, ik vind hem heel mooi. Mooi groot ook. Dus heel goed op mijn plekje. Dus heel super. Nou, op advies van je tatoeëerder ga je de plek veranderen? Hier op mijn schouder is het veel makkelijker voor hem. Hier wordt het te moeilijk. Maar dat maakt voor jou niet uit? Maakt voor mij niet uit, als het maar opkomt. Joeri, zou jij een tattoo laten zetten van het logo van RTV Rijnmond? Ja, waarom niet? He? Je vindt het niet gek? Nee, waarom niet? Waarom maar alles erop? Nico, liever de naam van je meisje of een logo van RTV Rijnmond? RTV Rijnmond. Ja, echt? Ja, prima zo. Meisje schiet niet op. Heb je er al zoveel op gestaan? Dan maar zwarte strepen geworden. En nou de hamvraag, hè? Wie is er zo gek om een logo van RTV Rijnmond te laten plaatsen? Koos Blom. En waarom? Ja, omdat ik het gewoon heel gaaf vind. Goed programma, dus en mijn hart ligt in Rotterdam. Dus daar doe ik het voor. Yeah. Finito, Koos. Ja, gaaf. Super dik. Moet je hem zien? Ja. Ja, super dik. Kijk. Daar doen we het voor. Heel gaaf.